Beste Apeldoorners, komende maandag 27 april is het Koningsdag. Normaal gesproken is dat één van de gezelligste dagen in het jaar met obades, kleedjesmarkten, zeepkistraces en overal muziek. Maar we zitten in een crisis. Ja, nog steeds. En die is nog niet voorbij. Er sterven nog iedere dag mensen aan corona. Er worden nog steeds mensen ziek. Ik hoor veel vragen over wat er wel en niet kan op Koningsdag. Ik hoor ook dat er hele straten zijn die samen wat organiseren. Maar mijn dringende verzoek aan u is: vier het thuis. In uw tuin, op het balkon, in uw huiskamer. Alleen met uw gezin of huisgenoten, maar niet op straat. Ook niet met twintig mensen op anderhalve meter. Want hoe meer mensen, hoe moeilijker het is om afstand te houden en hoe meer het virus de kans krijgt zich te verspreiden. Er zijn een hele hoop initiatieven om Koningsdag op een andere manier te vieren. Voor inspiratie daarvoor. Kunt u kijken op de website Koningsdagthuis.nl? Onze koning Willem-Alexander blijft dit jaar ook thuis op zijn verjaardag. En dat doet hij niet voor niets. Laten we zijn een goede voorbeeld volgen. Ik wens u een hele gezellige Koningsdag. En oh ja, als u nog lekkere hapjes wil kopen of een oranje jurk of blouse, doet u dat dan alsjeblieft bij een van de Apeldoornse ondernemers. Zij hebben het nodig. En dat geldt natuurlijk ook voor de tompoesen. Op uw gezondheid. Laat het u smaken. Goed weekend.